Weids uitzicht, water stroomt binnen en gaat weer weg. Dat is voor de meesten de eerste gedachte bij de Wadden en de Waddenzee. Maar let op, er wordt in het gebied gewerkt. Ja, natuurlijk. Vissers, dat kun je op de vingers natellen. Horeca, ja, dat kun je ook wel bedenken. Maar in de drie provincies die grenzen aan de Waddenzee en op de eilanden wordt op het land geboerd. Akkerbouw en veeteelt. En dat doet iedereen dan ook nog op zijn eigen manier. Groot en klein. Maar in het Waddengebied boeren heeft wel uitdagingen. Dit enorme natuurgebied is zo belangrijk voor miljoenen trekvogels en dat stelt extra eisen. Zo zijn er steeds meer boeren die bijna om de trekvogels heen werken. Zo maaien ze de slootkanten veel minder, waardoor er insecten en dus voedsel voor jonge vogels in het gebied zijn. Als ze te veel en te vroeg maaien, worden de nesten kapot gemaaid. Als je Waddengebied en boeren zegt, dan denk je al snel aan schapen. Texel is in Nederland de gemeente met de meeste schapen. De lammetjes in de wei in de lente, de kazen en natuurlijk de Texelse wol. Dat is allemaal redelijk kleinschalig en bestaat al sinds de 16e eeuw. De zeeklei in dit gebied is een uitstekende bodem voor de aardappelteelt. Wereldwijd verkopen we de pootaardappelen uit dit gebied. Daarom ook wel het groene goud genoemd. De natuur als vriend van de boer, maar soms ook als vijand. Het zout uit de Waddenzee dringt onder de dijken door en bedreigt daar de akkerbouw en dus ook het groene goud. Dat wordt nog eens versterkt door de zeespiegelstijging, waardoor het probleem groter wordt. Verzilting heet dat. Daar zoeken experimentele boeren een antwoord op. Namelijk de zilte teelt. Ze doen proeven met zeekraal, lamsoor, ijskruid, maar ook wortel, koolsoorten en zelfs aardbeien. Nu nog kleinschalig, maar met grote mogelijkheden. Ook omdat er wereldwijd veel gebieden last hebben van verzilting door binnentreden van zout. Op Texel bijvoorbeeld lopen verschillende experimenten. Van bijna zoet. Leidingwater zoet, hè, op het moment dat er veel regen valt. Tot in droge periode is het gewoon zeewater zout. De meeste voorkomende inheemse soorten, die ook in het wild groeien, maar goed, die wij als commercieel gewas telen. Dus zeekraal is een hele bekende, hè, ook vanuit Zeeland. Lamsoortjes. We hebben ijskruid, dat is weer een uitheemse soort. Een plant doet van nature doet het gewoon lekker op zoet. Dan groeit hij het best en heb je de beste productie. Nou zijn er een aantal gewassen die hebben zich daaraan aangepast. En die kunnen onder zoutwater en zoutomstandigheden ook groeien. En dan ga je eigenlijk de balans zoeken van hoe groeit mijn gewas zo goed mogelijk op zout. En zonder dat hij zeg maar heel veel stress krijgt waardoor de ziekte gevoelig wordt. Sommige zijn ook gewoon vies. Er is ook een plantje, lepelblad, kan heel goed onder ziltomstandigheden groeien. Niet te eten, smaakt naar schoensmeer. Is kleinschalig de toekomst voor de boeren in dit gebied? Of zou het traditioneel grootschalig moeten blijven? Wie heeft hier de toekomst? Wat is belangrijker, economie of natuur? Of is er helemaal geen tegenstelling?